Maar ik denk, zoals je hier tussen, bijvoorbeeld hier in deze ruimte, zoals ik hier altijd tussen mijn boeken zit, maar ook al mijn rommel, hè, al mijn eigen verzameling van dingen die ik graag zie en die ik wil bijhouden en die in bepaalde combinaties mij tot bepaalde dingen brengen. Dat vind ik ontzettend belangrijk. In Spanje gevonden, ja. Heel goedkoop. Een leren etui. Ze denken dat ze heel handig zijn en compact zijn. Ja. Als camping of ja. Ding dat je meedraagt. Maar uiteindelijk neemt het veel meer plaats in dan een gewone meslepel en een vork. In been gemaakt. Ja. Een plooilepel. En een plooivork. Waarom wordt zoiets gemaakt? En zo zijn er natuurlijk tientallen dingen waar ik bij elk ding in mijn verzameling mijn vragen stel. Van hoe wordt het gebruikt? Ik hoop dat ik dat... Dit is een ontzettend mooi ding. Dat Fabian die hier gewerkt heeft, ja? Gemaakt heeft op een workshop die ik gegeven heb over food. Die heeft dit gemaakt, dat is eigenlijk met drieën gemaakt. Toen was de opdracht in het begin van de dag van vanavond eten we hier allemaal samen, maar wel met jullie eigen bestek die je gemaakt hebt. En dat heeft hij toegemaakt. Dit als lepel. En dit is gestart vanuit het uitsnijden van een waterfles. Ja? Uit de hals en dan naar de wand gaan, naar de diameter van de fles. En dan heb je echt iets waar je iets kan in vasthouden. Ja? Maar dit is dan uit vlak materiaal gemaakt. Nog iets moois. Dit bijvoorbeeld. Voor een eitje. Dan ben je natuurlijk af en toe wel bezig met vergelijkende, ja, vormen of zo. Ja. Maar uiteindelijk veranderen dingen en vertrekken toch vanuit je eigen beleving. Het handelen ermee en de geschiedenis die je opgeslagen hebt. Een mesje van de oma van een vriendin van mij. Ja, die het gedurende 20 jaar de hele tijd hersteld heeft. Met elastiekjes er rond. Dat vind ik schitterend gewoon. En dat is ook de manier waarop dat eigenlijk het gebruik is van de dingen. Maar natuurlijk moet je op een gegeven moment beslissen om iets te maken. En dan doe je het niet zo natuurlijk. Dan maak je iets. Je maakt niet iets dat al waar je 20 jaar voor nodig hebt. Je maakt iets, ja, op een manier dat je het of in een uur kunt maken, of met een productieproces in een fabriek kunt maken, of